Veel foto's zijn gemaakt op een moment dat het ook daadwerkelijk kon. Tijdens een rustpauze in de gevechten of na de gevechten zelf. Een enkele keer slagen de Duitsers erin om tijdens de gevechten actiefoto's te maken. Een voorbeeld daarvan is deze foto gemaakt tijdens de gevechten rond de Zwijndrechtse brug bij Dordrecht. Je ziet hier Duitse parachutisten die op de brug dekking zoeken tegen Nederlandse kogels. Ze hebben alleen maar dekking van een kleine opstaande rand. En tegen de achtergrond zie je de fabrieken naast de brug in brand staan. Dat geeft aan hoe heftig eigenlijk de strijd was af en toe.